Welkom, dames en heren, hier en thuis. Hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van Zomer in Gelderland. We gaan weer 7 weken door de provincie toeren, 35 live shows maken. En de aftrap is hier vanuit het mooiste dorp van Gelderland. Zeggen Beek, Ubbergen, zeiden ze erachteraan. Daar ben ik. In iedere show hebben we verschillende onderdelen. Ik zal het even uitleggen. Hier is het fotobord. Daar worden foto's opgehangen. En het thema is dit jaar liefde. Maar het grootste gedeelte van deze show wordt toch wel gevuld door de zomerse opdracht. Hahaha, en daar staat hij al. De teamcoach van Beek. Een zomerse opdracht bestaat uit 3 onderdelen. Je mocht zelf een team samenstellen van 10 personen. Maximaal. En dat allemaal voor 1000 euro voor het goede doel. Exact. Want 1 keer in de 100 jaar is het de 11e van de 11e van de 11e. Ja. En in Beek-Ubbergen is er dan die dag een lichtjesoptocht. Ja. En een 3 dagen langs durend carnaval. Ja. Daar gaat het naartoe. De lichtjesoptocht. 11, 11, 11. 1000 euro. En daar hebben jullie keihard voor gewerkt vandaag. Inderdaad. Het is misschien leuk om eerst even te kijken hoe dat dan vanmorgen begon. Hoe jij als teamcoach die opdracht in handen kreeg. Ja, nog een beetje spannend. Prinswillem.nl. Die hebben we toch. Hij gaat hem openmaken en de opdracht zit erin. Fouten. Oh jee. Ja. De beste coach team. Oh, dat is een heel lang stukje. Het thema vandaag is op de camping. Op de En we hebben water. Het is het lekkerste water van heel Nederland, dat is Beeks Wonderwater. Oh ja, we gaan, als het lukt om deze tent op te zetten, gaan we trouwen. We gaan naar de, eigenlijk naar de overkant. Daar zit Café Hezen en dat is het dorpscafé in Steenderen. En dat is al generaties lang in handen van de familie Hezen. Maar die kroegbaas daar, ik sprak hem net al, want hij zit in een team, die weet natuurlijk alles over al deze mensen hier, alle roddels. Maar wat weten ze nou eigenlijk van hem? Ja, dat is dan mijn vader. En ja, goed, pa is 4 jaar geleden, dit werd 4 jaar geleden, is overleden. Op 31 december. En ik moet zeggen, de laatste jaren van zijn leven heb ik hem toch anders leren kennen, meer als vriend als vader. Ja. En dat realiseer je pas achteraf. Ook onmiddellijk de volgende dag heb ik zijn foto dus bij het hele geheel neergehangen. Dat is mijn opa. En dat is een oom van mij. Dat waren dus 2 broers. Die hebben hier vroeger het bedrijf gehad. Oma deed café, mijn moeder deed de winkel en mijn vader deed de slagerie. Ik kan me nog wel herinneren, als klein blaag zijnde, dat ik meer opgevoed werd door oma als door mijn vader en moeder. Nou, jouw grote boek van vroeger. Ik hier gelijk al de knapste keel van Steenderen. Op een gegeven moment was ik een jongetje of 23. Toen werd pa 65 en pa die zegt van, wat dacht je ervan? Wie stopt er met? Ben je het overnemen of niet? Maar ja, goed, dan ben je al een jaartje of 4, 5 in de zaak hier. Ja, goed, en dan weer wat anders te gaan doen. Nou goed, heb ik de stoute schoen aangetrokken. Ja, 175 jaar al in de familie. Ja. En ik de laatste demonicaan, want ik heb geen kinderen. Dus wie moet maar even zien hoe dat dan naar de toekomst verder gaat. Voelt dat ook echt zo, de laatste der Mohikanen? Steeds meer. Ik hoop nog dat ik hier nog lang achter de tap mag staan en kunnen staan. Maar ik denk toch wel dat ik dan Route 66, die wil ik nog een keer rijden. Maar goed, op dit moment nog geen tijd voor, want die kunt niet in een weekje dat rijden. Dat is wel mijn grote wens. En toch wel samen met Ada ook langere tijd en een camper erop u te trekken.
En dan toch, ja, iets van Europa te zien. Groeten uit Steenderen. Even kijken. Deze vond ik ook zo leuk. Een jongetje, denk ik, met een kat. Van wie is die? De kat. Hi. Oh, jij ziet er ook mooi uit. Hallo. Hoi. Hoe heet jij? Gijs. Maar die foto, daar ben jij. En daar zit je te tongen met je poes. Ja. Klapje. Is dat niet een beetje gek? Nou, vind ik niet. Nee, je hebt iets in je mond, iets lekkers. Wat heb je in je mond? Sultana. En de kat houdt heel erg van sultana's. Nou, blijkbaar wel. Hoe heet de kat? Tarzan. Maar eigenlijk is Tarzan er niet meer, begreep ik. Nee. Hoe lang niet meer dan? Ongeveer al 2 maanden niet meer. 2 maanden geleden. En hoe lang heb je hem gehad? Oh, mijn hele leven eigenlijk. Je hele leven? Hij is ouder dan mij. Oh, joh. En ben je daar erg verdrietig om dat je moet missen? Nou, eerst zat ik elke avond te huilen, maar nu zit het wel een beetje over. En krijg je nou een nieuwe kat of wil je dat niet? Nee, dat wil ik niet meer. Wil je niet? Nee. Er is maar 1 Tarzan. Ja. Nou, en die is nu vereeuwigd op televisie, hè? Mm-hmm. En zolang jij Tarzan in je hart hebt, blijft hij bestaan. Ja. Dus dat is jouw hele leven. En dat zit hij ook. Daar zit hij. Hartstikke mooi. Heel veel succes met trommelen zo. Ja. Dankjewel voor je mooie foto. Ja. Dankjewel. Teamcoach. Een douchende teamcoach, dat betekent met ontbloot bovenlijf. En dan moeten er ook nog 50 mannen en 50 vrouwen komen in badkleding met een wc-rol in de hand en een glas drinken. En die komen nu allemaal naar voren en die gaan bloed, zweet en tranen zingen van André Hazes. Ja, inderdaad. Ik zeg, heel veel plezier onder je eigen gemaakte douche. Kom maar naar voren, jongens. Met je bikinis en je badpakken. Kom maar naar voren. En dat is niet zomaar een gast, dat is A.L. Snijders en dat is een pseudoniem. Hoe ga ik u nu noemen als dat een pseudoniem is? A.L. Snijders. Ja, toch wel gewoon? Tuurlijk, ja. Of meneer Snijders of A.L. Snijders. Ja, niemand weet wat A.L. betekent. Wat betekent dat? Weet ik ook niet. Dus A.L. is heel goed, dan weet je niet met wie je praat. Nee, oké. U bent de schrijver van naam. U bent ook de winnaar van de Constantijn Huygensprijs. En ineens spreken ze u met u aan in de grachtengordel. Hoe was dat dan?
Ja, dat was wel heel fijn, want daarna spraken ze me nooit aan, begrijp je? Zeiden ze niks? Zeiden ze helemaal niks, maar, want ze kenden me niet. Dat is toch raar, dat dat aan zo'n prijs gekoppeld is? Ja, dat is raar, maar dat is nou eenmaal zo. Ja, dan niemand... word je ineens gelezen. Ja, nou, gelezen werd ik toch wel en dat is gewoon zo gebleven. Maar op de ladder van de piekorde ben ik ineens gestegen. Oké, dus ze kennen uw naam wel, maar omdat u die prijs heeft gekregen... Precies, ja. Bent u ineens iemand. Ja. Dank u wel dat u de gast wilde zijn. Nog één vraag. Wie is het mooiste meisje van Lochem en omstreken? Ik denk wel dat u dat bent. Oh. Dat had ik niet verwacht. Nee. Dank u wel. Nee. Nou, vannacht even Marcel ging op zoek. Raak helemaal van me apropos. Naar het mooiste meisje van Lochem. Het mooiste meisje van Lochem. Ja. Nou, dan moet je niet bij mij zijn. Oeh, dan moet je niet hier zijn. Nou, dan ben ik niet. Weet ik niet. Ik kan wel zeggen, de vrouw van de baas. Maar ja, dan krijg ik het allemaal op. Ja, mijn vrouw is nog steeds wel een aantrekkelijk type. Er is een rode pony, er zit kuit in. Dat is een vrouwtje. Ja, ik denk op de markt als je heel goed zoekt. Oh, zat. Mooiste meisje van Lochem, ben je toch? Ik hoor net van uw man dat hij het mooiste meisje van Lochem bent. Ja, dag. Als ik mij netjes aankleed, ik tut mij op, dan zie ik er echt wel behoorlijk uit, ja. Nee, het mooiste meisje van Lochem, ik heb geen idee. Ik ben homo, dus ik val op mannen. Als ik kijk te veel naar Omroep Gelderland, dus dan moet ik dat eigenlijk ook wel zeggen, hè? Anders had je wat anders gezegd. Dat is voor jou een vraag, voor mij de weet. Ik ben op zoek naar het mooiste meisje van Lochem. Ja. Ben jij dat? Ja. Ik heb het mooiste meisje gevonden van Lochem. Ja. En dat ben jij? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Fijne dag, hè? Hetzelfde. Doei. Doei, doei. Zomer in Gelderland is gearriveerd in Lichtenvoorde. De strijd om 1000 euro barst los. Drie opdrachten leiden naar de hoofdprijs. En deze dag staat in het teken van kerst. Ah! Oh, nou. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Laten we beginnen met de kerstborrel. Ja, eentje kan wel, toch? Verder kerst aan. Nou ja, thema kerst. Hartje zomer. Dacht je niet van, oh nee. Nee. Nee? Helemaal niet. Je was er blij mee. Het kwam als een geschenk uit de hemel. En nou sta ik tussen een aantal hele intrigerende types. Want met wie heb ik... Wijzen komen uit het oosten. Ja. Ik ben Joop Kuppers. Je bent, maar en, ik ben Melchior. Melchior. Ja. Ik ben Balthasar. Balthasar, dan hebben we hier Kaspar. Dat hij verkeerd. Ik ben Kaspar. Bertus Melchior. Oh. Dan ben ik Joop Kaspar. Hey, en jullie hebben en vanmorgen al een... Dankjewel, de wijze blonde vrouw ben ja, ik dan, hè? Ik. Jullie hebben vanmorgen al een borreltje op, begrijp ik. Wij hebben er al een borreltje op gedronken. Of een paar. Ja, maar wij komen normaal pas 6 januari, dus wij waren aan het laatst. En Kinderke Jezus, was dat een makkelijke opdracht? Hebben jullie die gevonden? Die is nog komend, hè? Die is er nog. Ja, Maria is er een beetje in verwachting, maar dat is wij zijn te vroeg. Maar kom eens naar voren, dit is toch niet Maria, mag ik hopen, nee, hè? Nee, niet jij? Dit is de herder. Handjes omhoog, dan worden de rotjes uitgedeeld. Vingers de lucht in. Ik sta naast de kerstman, oftewel coach Gert. En een van de opdrachten is zorg dat er 150 man publiek komen. En dan ook nog eens met kerstmuts. Hoeveel denk je dat er bij onze volkstelling zijn geteld? Nou, Angelique, volgens onze telling, want we zijn zelf ook rondgelopen. Ja. Wij dachten 3000 man. Maar coach Gert heeft al een borreltje op, dus nee. Dat is een beetje dubbel kijken en nog een keer dubbel en nog een keer dubbel. Het zijn er 419, maar dat betekent dat die opdracht binnen is. Oh, hey, hey. Maar ja, Gert, volgstelling, die kunnen we hier wel houden, maar Jozef en Maria waren ook op weg om geteld te worden, toch, eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ik ga even kijken ja, of ik het kan eraan vinden. Lopen. Maria! Hi! Dag Jozef, welkom. Dank u wel. Kom verder. Dank u. Maria. Hallo. Hallo. Echt zwanger. Ja. Ze is zwanger. Gelukkig. Oh, hallo. Welkom. Hoe is het? Goed. Zware tocht. Trapt hij al? Ja, 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 ik denk dat hij ieder moment kan komen. Ja. Jezus trapt, jongens. Op zich is dat wel leuk, want dan zijn we er allemaal bij. Ja, zeker, ja, zeker. Mooi zijn. Nou, welkom. En u bent de vader, hè? Ja, dat klopt. Dat
dat... dat is toch niet echt zo? Want ik dacht Nee, dat is God. Dat is God. Dat is God natuurlijk, ja. En dat weet jij? Nee, dat hoor ik nu voor het eerst. Oh. En dan met z'n allen Jingle Bells, dames en heren, is de eindopdracht. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Allemaal, hè? Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Nou, het is wel drukker geworden in Harderwijk, daar ben ik blij om. En er zitten hier al allemaal sprookjesfiguren. Nou, hallo. Zie jij een hapje van mijn appel? Nou, lekker. Daar heb ik wel zin lekker, in. Hoor. Ja, ik neem een hap. Arlie, waar ben je hier? Hallo. Ik denk dat er een defibrillator aan te pas moet komen hier. En wie bent u? Ik ben Greet. Maar in dit geval ben ik door een roosje. Ah. En te gaan verstiet, zie ik. De dochter van door een roosje. Oh, de dochter. De mannelijke dochter. Hallo. Wie zijn jullie? Wij zijn de zeven dwergen. Er zitten gewoon zeven dwergen in dat huisje. Heb je wel lucht? Ja, een beetje. Beetje. Nou, laat het deurtje maar even open, hè? Ja. Ja, ik zie jullie zo. Goed? Is okay. Goed. Ja, dat is onderdeel van de eindopdracht. Dat is een beetje lullig, maar die moeten nog even blijven zitten natuurlijk, hè? Jullie zijn wel mooi, hoor. Hey, en prinsen, hebben we ook prinsen? Ja, die hebben we ook. Ik heb ze gezien. Ja? Ja. Ja, kijk, daar komen ze aan. Prins op een paard. Kijk eens, koos. Dank je. Oh, wat mooi. Hallo. Prinsen en een paard. Hi. Goedendag. Wat een mooie prins ben jij. Ja, dank u. Maar dat paard is een beetje donkerpaard nog, hè? Ja. Durft je er niet op? Nou, ik rijd geen paard normaal, dus ik denk, gok het er maar niet op. Bent u ook, wat bent u? Ik zou ook een prins moeten zijn. Uit een ver land. iets binnen onder de zak. Waar kom je vandaan dan? Uit Engeland bijvoorbeeld. Oh ja, ja, dat is heel ver. Zo. Ja, ik ben ook een prins en ik hou van paarden. Het ligt aan hoe ze klaargemaakt zijn, gegrild, gebakken of gekookt. Oh, niet eten. U komt uit Frankrijk. Jawel. Daar hoor je niks van. Nee? Nee. Nee, maar ja, zeg eens wat in het Frans, dat klinkt wel zo mooi. Als je dan Angélique oui, en dan... Angélique, je t'aime. Op je knieën. En nou moet je wat zeggen, ja? Oh, oei. Cella. Je was hem. Wat tussen. En dit waar. En dan niet onbelangrijk, dames en heren. Met het publiek gaan we onder begeleiding van violist. Zeg Roodkapje, waar ga je heen zingen? Ga je gang. Kapje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Tekst. Dank je wel. Alles gewoon.